haar jaarlijkse gewoonte organiseert het Rode Kruis afdeling Basel Kruibeke Ruppelmonde een diploma-uitreiking voor zijn cursisten in de brouwerij te Kruibeke. Deze maal werden de diploma's uitgereikt van de cursussen Eerste Hulp, Helper en AED. Na het officiële gedeelte was er een hapje en een drankje voorzien. Wacht eens. Volgende. Ja, het leven van BK's is lastig. Ja. Dan heet ik iedereen van harte welkom op deze diploma-uitreiking van de cursussen van het najaar 2010, het voorjaar 2011, de AED-cursisten, Eerste Hulp voor Jeugdleiders en in het bijzonder heet mij de heer burgemeester en de schepen Piademonie van harte welkom. Onze afdeling die reikt dit jaar 30 diploma's Eerste Hulp uit, 24 diploma's Helper, 4 diploma's AED en 18 aanwezigheidsattesten voor de Eerste Hulp bij jeugdleiders. De bestuursleden van onze afdeling wensen jullie van harte proficiat met het behalen van jullie brevetten. We hopen dan ook dat we jullie mogen terugzien op een van onze andere cursussen. Mensen die interesse hebben om een handje toe te steken in onze afdeling op een van onze verschillende diensten, kunnen zich vanavond wenden tot alle bestuursleden of per mail een seintje geven. We zoeken dan samen met jou naar de geschikte functie binnen onze afdeling. Andy, Vele, Christel en Matthias zijn jullie reeds voorgegaan en zijn onze kerstverse vrijwilligers. Uiteraard willen wij nogmaals van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers voor en achter de schermen te bedanken. Ook alle andere lesgevers en simulanten waarop onze afdeling beroep kon doen, zijn nogmaals hartelijk bedankt voor hun hulp. Ook willen wij in het bijzonder afdeling Beveren bedanken voor hun ondersteuning die wij van hen krijgen gedurende het ganse werkjaar. Verder zijn alle barmannen en barvrouwen bedankt om tijdens de pauze te voorzien van de nodige drank en hapjes. Als verantwoordelijke vorming wil ik graag nog een laatste applaus vragen en dankwoord richten aan het voltallige bestuur voor hun inzet en steun. Dan gaan we nu over tot de officiële uitreiking. Sophie Schuurman. Stefanie Goorman. Je hebt er ook gepakt, hè? Ja, ja, ja. Ik heb hier. Oh. Het is blad niet meer zo. Goed, dan mogen we de fotograaf een foto doen. Moet je wel een keer. Als cursisten die aanwezig zijn van het najaar 2010. Schitterend. Ja. Oké. Peter de Wachters. Marnie Smul.
Deepevet, Elvira Tielemans en Sonja Terreur. Oei, oei. Allee, wie gaat er nu eens flauw vallen? Pot. Dan hebben we als laatste nog de aanwezigheidsattesten voor de eerste hulp voor de jeugdleiders. Als eerste heb ik hier Amy de Maaier. Sorry. Fiedlefijn Jordi. Verwin Rutger. Horens Lisbeth. De eerste plaats is de mens die bereid is om een andere mens te helpen. En dat zijn jullie. En daarvoor een woord van dank en proficiat. Mensen die bereid zijn hun eigen gevaar te brengen, een stuk van hunzelf op te offeren voor andere mensen te helpen. En dat zit er nu allemaal van zodra je zegt van ik ga bij het Rode Kruis bij, ik ga een cursus volgen, is dat teken dat er mensen in u er al in zit, die bereidheid, dat idealisme, om voor iemand anders iets te betekenen. Bedankt, maak er maar een fijne avond van. En nog proficiat.